that your troops are coming, heavily armed with the force to fight back. Do you believe that the world is changing, mother? Oh, mother! Ik vond het heel mooi. Ik vond het heel mooi ook om dat de gedachte van Wubbo Ockels nu op deze manier vormgegeven is. Vind ik echt heel mooi. Ik vond het prachtig. Ontroerend. Nou, spannend. Het is, ja, première's zijn nooit leuk eigenlijk. Want dan weet je dat iedereen met zijn pen klaar staat om te kijken wat je doet. Maar ik denk dat we het niet slecht hebben gedaan. Als je nagaat dat we maar 2 try-outs hebben gehad voordat we dit op het podium hebben gezet. En vandaag nog verandering hebben gebracht in de show. Denk ik dat het niet slecht is gegaan. En kijk, het verhaal is overgekomen. Als ik naar de mensen luister, is het verhaal overgekomen. En dat is de essentie van deze show. We willen het belang van duurzaamheid willen overbrengen in de geest van Wubbo Ockels. Het moet over hem gaan, maar het moet niet in your face zijn. Weet je, je hebt heel wat van dit soort projecten die zeggen altijd van ja, je moet. En wij proberen juist een beetje op een zachte toon te zeggen van jongens, we kunnen er wat aan doen. Laten we er ook wat aan doen. En ik denk dat die boodschap wel overgekomen is. Ja, ik ben heel blij. Het is heel goed gegaan. Bent heeft fantastisch gespeeld. Jurgen was heel erg in vorm. En ja, licht en geluid, alles was mooi. Dus ik ben erg blij. Nou, ik vond het een eer om mee te mogen werken. En ja, hoe ging het? We hebben het gewoon gedaan. Ja, dus het is natuurlijk allemaal vrijwilligerswerk, hè, dit. Dus we hebben het gewoon gedaan. En ik vond het resultaat heel mooi. Ik vond het bijzonder. Mensen moeten naar deze show komen. Ten eerste omdat we een van de belangrijkste uitvinders van onze geschiedenis laten zien in deze show. We hebben ook wel heel wat mensen toch niet genoeg van weten, vind ik. En daarnaast is het een avond waarbij we met heel veel relativering en wat humor proberen te laten zien dat we allemaal echt iets kunnen doen om een verandering teweeg te brengen. Dus kom om je vooral te laten inspireren als je zoiets hebt van ja, het heeft toch geen zin als ik het in mijn eentje doe. Er zijn zoveel mensen bezig en als jij dat stapje extra erbij zet, nou dan hopen we je op zo'n avond te overtuigen. Do you believe that the troops are coming?